Ze zeggen het al jaren, er is iets grondig mis bij het weer. Als we het milieu niet kunnen sparen, dan verdrinken we allemaal ongeveer. Of misschien komt er op termijn naar huis achterke bestaan. Eén ding is zeker, ook al werd het geen moeras, het zal nooit niet meer worden waar het was. We vullen alle dagen de verandering van het klimaat. En volgens de professors is het naai al veel te laat. Zal maar een tijd wel duren, maar wat gebeurt er dan? Melet en Anna, Dora en Marianne. Lennart en Anna, Dora en Marianne. Een brief of een gesprek, dat is al lang niet meer in trek in deze tijd. Facebook en Twitter, ja, dat is de nieuwe realiteit. Morgen vertelt verhaal, de schoonheid van de taal. Het wordt allemaal geofferd en op het altaar gezet van de machtige god van het internet. Die kinderen weten meer van een computer dan ik. Dat vind ik wel oké, maar voor iets anders heb ik schrik. Als een meester niet kan schrijven, wat gebeurt er dan? En Anna, Dora en Marianne. Lennart en Anna, Dora en Marianne. Als ik de kinderen zo vrolijk zing spelen weet ik ze me niet veel moedig, want hun fantasie is grenzeloos. Maar eens waren ze groot, misschien zijn wij dan dood. Tegen dan moeten ze stevig op hun eigen benen staan. Kunnen ze de wereld aan de man. Hopelijk vinden ze alle vier ooit eindelijk in een droom. Zonder mee te doen aan al het gesjoemel en het gegrauw. Wij zullen ons best doen, zolang het nog kan. Voor Lennart en Anna, Dora en Marianne. Lennart en Anna, Dora en Janne.